Dank u wel, Pim, dat wij hier samen mogen zijn voor dit interview. En dat we het vooral ook mogen gaan hebben over levenseinde ervaringen. En wellicht is het fijn als u zichzelf nog even kort kan voorstellen. Wie ik ben? Ja. Ik ben Pim van Lommel. Ik ben cardioloog geweest, moet ik dan zeggen tegenwoordig. En ik heb jarenlang hier in Arnhem gewerkt, vele jaren. En ik ben dus sinds 1986 geïnteresseerd in bijna doodervaringen. Dat houdt in dat mensen die een hartstilstand hadden overleefd, vertelden over een zeer helder bewustzijn met herinneringen van de vroegste jeugd, met helder nadenken, met emoties, met de boete van overleden dierbaren. Wezen van licht, soms toekomstbeelden. En dat kan helemaal niet. Want we hebben altijd geleerd op de universiteit dat het bewustzijn een product is van de hersenen. Dat betekent dat als je bewusteloos bent door een hartstilstand, dan is het onmogelijk dat je bewustzijn hebt. Laat staan een heldere bewustzijn dan ooit. Nou, dat was voor mij de wetenschappelijke nieuwsgierigheid om een onderzoek te starten naar bijna doodervaring bij mensen die het hartstilstand hebben overleefd. Uiteindelijk is dat onderzoek heeft 11 jaar geduurd. No funding, zeg ik er altijd bij, want er was geen geld voor. En hebben 344 achtereenvolgende patiënten met een hartstilstand geïncludeerd in die studie. En ook een lange termijn studie gedaan met interviews, getaped interviews, 2 en 8 jaar na de hartstilstand. Met een gematchte controlegroep, dat ook in dezelfde leeftijd, geslacht en tijdsinterval van mensen zonder BDE die ook een hartstilstand hadden overleefd. En wat we vonden allereerst bij de prospectieve studie, dat 80% zo'n ervaring had en dat er geen verschil was tussen de mensen met en zonder en bijna doodervaring. Dus of ze nou de mate van zuurstoftekort maakte niks uit, gegeven medicatie maakte niks uit, doodsangst maakte niks uit, religie maakte niks uit. Dus laten we zeggen, wetenschappelijk was het niet te verklaren waarom mensen bijna doodervaring hebben, terwijl het onmogelijk zou moeten zijn. Dus dat kan je zeggen dat de nooit bewezen aanname dat bewustzijn een product is van de hersenen, moet opnieuw ter discussie worden gesteld. Ja. En een lange termijn studie was het feit dat we dus vroegen naar veranderingen van mensen, naar bijna doodervaring, de transformatie. En er zijn 3 klassieke elementen waarin ze transformeren. De eerste is geen angst meer voor de dood. De dood bestaat niet. De tweede is veranderd levensinzicht. Ja. Wat is belangrijk? Je bent verbonden met alles en iedereen. En dan wordt het ook een eenheidservaring genoemd. Mm-hmm. En acceptatie, empathie en liefde naar jezelf. Ja. Begint het mee. Accepteer van je schaduwkanten die je zelf hebt. Ga er maar aan staan. En dan naar de andere, naar de natuur. En het derde aspect is verhoogd intuïtieve gevoeligheid. Je voelt andere mensen aan. Je weet wat mensen denken en voelen. Je ziet soms toekomstbeelden. Daar moet je altijd naar vragen, want de mensen praten daar spontaan bijna nooit over. Dat is veel te angstwekkend voor ze. Het is dus mooi wat u inderdaad vertelt, omdat ik heel veel dus herken van wat u benoemt. Ja. Ook eventjes voor de kijker, hè, binnen het geïnterviewde. Ja. Mijn naam is Manon Lodder en ik werk inmiddels 23 jaar als verpleegkundige. Waarbij ik nu gestart ben met de opleiding voor palliatief zorgverpleegkundige. Post-HBO-opleiding bij de Hogeschool in Deventer, bij het Saxion. En de interesse rondom onderzoeksvragen, ook rondom levenseinde ervaringen. En dit dus ook door verzorgende en verpleegkundigen juist te kunnen interpreteren en bespreekbaar te kunnen maken met de stervende zelf en met naasten, komt bij mij ook voort door een eigen meegemaakte bijna doodervaring na de geboorte van mijn dochter in 2008, de oudste dochter. Dus je kunt het heel mooi verwoorden en ik kan alleen maar erkennen van dat voor mij zeker zo voelt. En het raakt ook. Het gaat ook over een andere dimensie, een ander... Het is de meest essentiële ervaring die je ooit hebt gehad in je leven. Ja. Ja. Het heeft je leven op zijn kop gezet. Ja. En vergeleken voor de ervaring, na de ervaring, ben je een ander mens geworden vaak. Ja. Maar het duurt lang voordat je het kan accepteren. Ja. Het is, vaak gaat het gepaard met jarenlange nog depressie, eenzaamheid en heimweegevoelens.
tot je het echt kan delen, tot je weet dat je niet de enige bent, dat je weet dat het een naam heeft. En als dat aan de hand is, dan kan je het later gaan proberen te integreren. Dat betekent naar leven, naar je nieuwe inzicht. Sommige mensen hebben er 50 jaar voor nodig. Ik heb mensen gesproken die 50 jaar lang daar nooit over hebben durven of kunnen spreken. Dus het is een, bij de doodervaring is ook een spiritueel trauma. Het is niet alleen een mooie ervaring, maar het heeft zoveel implicaties voor je leven. Dat is een hele intense. En voor de wetenschap, omdat je dan even vraagt hoe mijn idee is over bewustzijn, over naar aanleiding van de bijna doodervaring onderzoek, want we gaan straks over bewustzijn praten. Ja. Dan is het bewustzijn een probleem voor de huidige materialistische wetenschap. Want de huidige wetenschap zoals we die kennen, daar moet je objectiveren, je moet meten, je moet dupliceren en reproduceren en falsificeren. Anders bestaat het niet. Nee. Dus je moet het fysiek aantoonbaar maken en bewijzen enzovoort. Ja. Weinig ruimte voor de subjectieve en gevoelsbeleving. Maar wat jij voelt en wat je denkt, de essentie van wie we zijn, van ons bewustzijn, kan je niet objectiveren, niet bewijzen, niet reproduceren en falsificeren. Dus het hele bewustzijn, wat je denkt en voelt, valt buiten de huidige wetenschap. Vandaar dat een heleboel wetenschappers, neurowetenschappers en filosofen, psychologen zeggen, ja, het is bewustzijn, het is een illusie, het bestaat niet. Het is allemaal je brein. En ik denk, als we gaan praten straks over die ervaringen bij sterven, dan dat betekent dat je het niet over het brein hebt, maar over bewustzijn. Wat er los van kan bestaan. En dan is die ervaring van bij de doodervaring bij hartstilstand patiënten belangrijk, omdat we daarbij weten, bij die patiënten, dat de hersenen volstrekt niet functioneren. Binnen 10 tot 20 seconden is er geen activiteit meer. Dus het klinisch beeld, zoals je als verpleegkundige kent, hè, dus je bent binnen enkele tellen bewusteloos, geen lichaamsreflexen, functie van de hersenschors, van de cortex, geen hersenstamreflexen. De wormreflexen, kan een vinger in iemands keel steken, de corneareflex, dichtstijve pupillen. Zijn de klinische verschijnselen. Ze ademen niet, het ademhalingscentrum ligt vlak bij de hersenstam. Dus het klinisch beeld is de totale uitval. En als je mensen hebt met een EEG-registratie, wat wel eens is gebeurd tijdens operaties met EEG, maar ook bij onderzoeken, bijvoorbeeld drempelmetingen bij ICD's, dan zie je dat 10 tot 20 seconden een flatline is, een vlaklijn. Dus volstrekt geen EEG. En op dat moment, of daarna, hebben mensen zo'n ervaring van verhelderd bewustzijn, want niemand is ooit succesvol binnen 20 seconden gereanimeerd, dat weet je ook. Dus dat is de wetenschappelijke aspect, dat er blijkbaar bewustzijn, ervaringen worden ruimer dan ooit, als de hersenen niet meer functioneren. En dat is voor heel veel mensen wat onwaarschijnlijk, of nieuw, of hoe je het maar wil noemen. Hè? Ja, dat brengt verandering, dat... Ja, het is niet altijd even makkelijk. Ons mensbeeld verandert. Ja, hè? Ja. Wat we dus hebben geleerd van mensen met een bijna doodervaring is dat de dood is het einde van je lichaam, maar niet het einde van je bewustzijn. Hè? De dood is net als geboorte een veranderde staat van bewustzijn. Maar het verdwijnt niet. Nee. Buiten tijd en ruimte. Ja, en alle dimensies om. Ja. Precies, jij weet het beter dan iedereen. Ja. En... daar ben ik inderdaad ook benieuwd naar, van in hoeverre kunnen levenseinde ervaringen dus lijken op bijna doodservaringen. Zou u daar iets over kunnen vertellen? Ja, levenseinde ervaringen is dus dat de mensen in de stervensfase, kan soms uren, maar soms dagen voor het overlijden, voor de overgang, dat ze ervaring hebben van een verruimd helder bewustzijn. Het verschil met bijna doodervaring is dat ze vaak in twee dimensies tegelijk zijn. Dus ze zijn zowel in hun fysieke lichaam, in hun waakbewustzijn, als in dat ruime bewustzijn. Ze kunnen praten over wat ze meemaken. Klopt. Bij een hartstilstand kan je niet praten, maar kan je achteraf praten. Maar zij hebben vaak dus, ze hebben een aspect van hun bewustzijn, is al dat ruime bewustzijn. En wat ze meestal ervaren, het is, sommige elementen passen bij een bijna doodervaring, maar niet alles. Maar een van de dingen is dat ze vaak, ze kunnen licht zien. Ze kunnen een tunnel zien, ze kunnen liefde ervaren, ze kunnen overleden dierbaren zien, de overleden partner, overleden ouders komen langs om ze op te halen, wat ze ook weten, worden opgehaald. Kinderen zien vaak een engel komen, de kleine kinderen. Soms zien ze ook prachtige landschappen, horen ze prachtige muziek. Levensterugblik zien ze meestal niet tijdens een levenseindervaring. Maar het bijzondere is dus dat ze...
de angst voor de dood vaak kwijtraken. Mm-hmm. Het is ook een transformerende ervaring. Ik herinner me altijd het verhaal van een huisarts uit Dieren trouwens, die een patiënt had. Die lag thuis te sterven en was ontzettend bang. Dus de huisarts kwam er drie maanden langs, hij was terminaal, was heel bang. En de huisarts kwam een keer binnen en toen lag hij stralend in bed. Zei van, wat is er met jou gebeurd? En Jan was langsgekomen. Jan was een buurman die een jaar daarvoor was overleden. En zijn hele angst was verdwenen. Hij is in alle rust en vrede kunnen overlijden. Ja. Dus zo'n levenseinde ervaring met het ontmoeten van overleden geeft het besef dat dood ook niet het einde is. Dat beleef je dan echt. Mm-hmm. Het probleem met levenseinde ervaring is dat het vaak niet wordt herkend. Mm-hmm. Dat wordt geïnterpreteerd als terminale verwardheid, bijwerking, medicatie, hallucinaties enzovoort. En dat er eens voorbij wordt gegaan aan de essentie. En vaak is het ook niet allemaal helder te verwoorden. Er is een onderzoekster in Zwitserland, die is psychotherapeut, maar ook religieus therapeut, muziektherapeut, psychotherapeut, bij de doodervaring gehad. En die gaat elke dag langs alle terminale patiënten en die zegt, ruim 90% van de mensen moeten bijna doodervaring hebben gehad. Want als je erbij gaat zitten, als je luistert, als je stil bent, als je muziek communiceert, komen die verhalen wel. Dus die levenservaring zijn waarschijnlijk veel vaker dan we weten. Zijn niet altijd helder verwoord. Mm-hmm. En ze zullen niet altijd makkelijk worden gedeeld. Nee. Dus als je echt als een verpleegkundige mensen wil helpen, ga zitten, ga luisteren, stel open vragen en dan gebeurt er waarschijnlijk. En je moet opletten, want vaak veranderen de mensen qua stemming ook door zo'n levenservaring. Mm-hmm. Ja, dank u wel al voor deze mooie uitleg hierover. Want dat was inderdaad ook wat meer mijn vervolgvraag van waaraan kunnen ook onder andere dan verpleegkundigen zo'n levenseinde ervaring ook herkennen. Maar ik denk dat het er ook wel over gaat, want dat noemde u ook al even, van dat er ook een verschil kan zijn in van heb je het over een levenseinde ervaring. Kun je het hebben over delirant, echt verward gedrag? Kan het onder invloed zijn van medicatiegebruik? En ja, misschien dat te veel ingevuld is, maar wellicht door een stuk ook onwetendheid heb ik wel het idee dat daar toch wel makkelijker, sneller naar geneigd wordt om toch daar de oorzaak neer te leggen. En dat er dan wellicht dan ook weer anders mee omgegaan wordt. Belangrijk is denk ik de onbekendheid met het fenomeen. Ja. Het feit dat het bestaat, levenseindervaring. Vroeger werd het sterfbedvisioenen genoemd, het doet er niks toe hoe je het noemt. Maar het is een essentieel onderdeel van het stervensproces. Dat je al, voordat je overgaat, al contact hebt met dat verruimde bewustzijn. Dus in die hoge dimensie kan zijn, met het ontmoeten van overleden dierbaren. Als je weet dat dat kan, dat dat bestaat, kan je beter luisteren. Het grote probleem is vaak, al is het in hospice vaak veel beter dan in een ziekenhuis, dat er geen tijd is. Mm-hmm. Dat je de volgende patiënt moet hebben. Ik zeg altijd, verpleegkundigen zijn ook veel beter dan artsen vaak. Die horen ook veel meer verhalen dan artsen, want die rennen nog harder door. Maar dus als je de tijd neemt, als je weet dat het bestaat, als je het signaal hoort dat je erbij gaat zitten en de hand vasthoudt, of schouder vasthoudt en gaat luisteren, mm-hmm. dan hoor je veel meer van die verhalen. Omdat het ook vaak voor hunzelf zo overrompelend is en zo nieuw. En ook vaak heel emotioneel. Als hun overleden partners komt om ze op te halen, ja, dat is nogal wat. Nee. Dat is het ook, ja. En wat denkt u dat er voor nodig is, zeg maar, om verpleegkundigen en andere werkers direct aan het bed bij de stervende daadwerkelijk de ruimte in te nemen om het ook bespreekbaar te maken. Omdat het nogal een ervaring kan zijn die wellicht ook niet meteen gedeeld zal worden. Ik denk dat de mensen intuïtief voelen wanneer ze het kunnen delen. En dat het uitgaat van de openheid en de aandacht. Geen commentaar, gewoon luisteren. Ja. Het kunnen luisteren, erbij gaan zitten, de tijd nemen. Ja. Het vertrouwen geven. En de komende verhalen wel, denk ik. Ja.
Nou, dan denk ik dat het verpleegkundig vak wel goed zit met heel veel intuïtieve, prachtige mannen en vrouwen. Dus, ja. En wat je net ook al zei, ik weet dat een heleboel mensen die in de terminale zorg werken, palliatieve zorg of vrijwilligers in de terminale zorg, hebben vaker bij de doodervaring gehad. Ja. En vanuit dat inzicht wat ze hebben, zijn ze zo ontzettend goed in staat om juist mensen te begeleiden en open te staan voor dit soort ervaringen. Ja. En dat is de reden waarom ze dat weten. Ja. En ook toe. Ja, dat maakt het een extra bijdrage. En hoe mooi kan het zijn als die sprankels vanuit onder andere die personen ook verder ook binnen de gezondheidszorg verspreid mogen worden. En dat vind ik ook een heel belangrijk stuk. En ook het bespreekbaar maken van het sterven en het voorgevoel. Heel vaak hebben ze ook het voorgevoel dat het einde nabij is. Maar maak dat maar eens bespreekbaar. Ja. De dood is nog steeds voor een hoop mensen een taboe. Ja. En als je weet dat de dood een overgang is, maar geen einde. Dat geldt ook voor de verpleegkundige en artsen, maar ook voor die patiënten. Dat je ze zou kunnen uitleggen dat dit ervaringen past bij een verhuisbewustzijn, omdat het verhuisbewustzijn daar altijd overal altijd is. Ja. Dus denk, als je communiceert met mensen die terminaal zijn, dat het zo belangrijk is om ze ook duidelijk te maken dat niet alleen de levenservaring, maar ook het feit dat die dood niet het einde is van wie je bent. Mm-hmm, ja. Het einde is van je essentie. Ja, en daarin merk ik ook wel op dat je niet in alle situaties dit onderwerp bespreekbaar maakt. Want dat merk ik in mijn werk als palliatief verpleegkundige ook. He, en daar ben ik ook, stel ik me ook wel heel bescheiden in op, zeg maar. En is het ook een deel, ja, de ervaring en de intuïtie om te bemerken van, hé, waar raak je een keer iets aan en hoe wordt daarop gereageerd? Ja, ik denk dat vragen stellen altijd goed is. Ja, ook inderdaad. Ja, vragen stellen, absoluut. Ja. Dat soort dingen. Ja. Maar waar ben je bang voor? Ja. En al dat soort dingen. Ja. Of wat heb je ervaren of heb je, wat is je gevoel en zo, ja. Dat soort dingen. Dus vragen stellen helpt, denk ik. Ja, ja, dat vind ik inderdaad mooi dat u dat ook benoemt, want bijvoorbeeld op de website van kanker.nl en ook in de folder de stervensfase, hè, van het Integraal Kankercentrum Nederland, staat bijvoorbeeld ook letterlijk, en ik citeer het ook even, te lezen, onrust en verwardheid. Het kan voorkomen dat door een gedaald bewustzijn iemands gedrag verandert. De stervende kijkt dan anders uit zijn ogen en kan een onrustige en verwarde indruk maken. Dit wordt een delier genoemd. Het lijkt alsof iemand van alles beleeft of ziet, maar wat precies is niet duidelijk. Dit komt nogal eens voor in de laatste levensdagen en in vooral in de laatste uren. Vaak maakt de stervende kleine, eventuele handbewegingen, alsof hij iets wil plukken of aanwijzen. U kunt steun bieden door rustig aanwezig te zijn en door eventuele waandenkbeelden of hallucinaties niet tegen te spreken, maar er ook niet in mee te gaan. En als er tekenen zijn van ernstig ongemak, dan kan de arts besluiten om rustgevende medicatie toe te dienen. Er wordt veel gezegd in dit stuk, waarbij, zoals ik het zie, er toch wel van uitgegaan wordt dat de ervaring zo is zoals het hier staat. Ze noemen het delier, ze noemen het hallucinatie, ze noemen het verlaagd bewustzijn. Ja, en waandenkbeelden ook. Maar terwijl het juist een verruimd bewustzijn is. Ja. En vaak een vorm van de helderheid die ze daarvoor niet hadden, maar ze kunnen het niet goed verwoorden. En dat kan best verwacht overkomen, dat is duidelijk. Ja. 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 Maar je moet het proberen niet te benoemen. Mm-hmm. Ze benoemen het hier. Mm-hmm. Het is geen hallucinatie. Mm-hmm. Ja, een hallucinatie geeft nooit een ander inzicht in leven en dood. Hallucinatie is vaak juist negatieve gevolgen heeft dat. Mm-hmm. Dat geldt ook voor delier. En het zal best voorkomen bij medicatie met verwardheid, ja, dat het delier is. En dat is ook geen levenseindervaring. Nee. Dus het zijn dingen die anders zijn. Ja, ja. Precies. En kijk, door dit stukje ook even te citeren, maakt het deels ook wel helder van wat voor een goed bedoelde informatieverstrekking er is, hè, vanuit zo'n website en ook zo'n folder die dus ook, nou ja, uitgereikt wordt. Hè, en dat deze informatie dan aangenomen wordt als de waarheid. Hè. Ook niet door iedereen, maar als je ergens niet van af weet of mee bekend bent, dan, ja, kan er toch ook heel anders mee omgegaan worden. En natuurlijk vind ik het scheidingsgebied tussen delirant gedrag
en levenseinde ervaringen, dat kan ook lastig zijn. Dus daarin dien je ook altijd wel heel goed te kijken. En vandaar dat ik ook noemde, zojuist wat mooi dat u dat noemt, door vragen te stellen. Ja. Want door vragen te stellen over wat iemand ervaart, kom je erachter, is iemand daar comfortabel mee? Is het voor die persoon oké? Okay? Hoe kun je dat die persoon en daarnaast... Is het angstig of niet? Want een levenservaring is meestal niet angstig. Nee, nee. Het woord levenservaring wordt ook niet genoemd in dit stuk. Nee. En dat zou dus een prachtige aanvulling kunnen zijn, dan moet je maar achterheen gaan. Dat was ik ook van plan. Die terminologie erbij wordt genoemd. Ja. Het is zo belangrijk om al überhaupt te weten dat het bestaat, dat het een term en verwijst naar de literatuur ervan. Ik heb je wat boeken laten zien. Ja. Het komt zoveel voor. En dat in de officiële richtlijnen wordt het dus niet genoemd. Alleen maar hallucinatie, delier en verlaagd bewustzijn. Ja. Dat is een omissie. Dat is een... Taak voor jou. Ja, ja, ja. Dat, ik voel wel, ik merk wel dat ik het heel fijn vind om een bijdrage te mogen geven in de verandering hierin binnen de gezondheidszorg. Dat het niet of is, maar dat het en kan zijn. En dat daar meer ruimte en draagvlak voor komt. Ik denk dat de discussie erover aanwakkeren is goed. Ja. Forceren lukt nooit. Nee, hoeft ook niet. Het heeft nooit effect. Nee, nee, het is, de verandering gaat zoals die gaat. En waar de sprankels aan bijgedragen mogen worden, gaan we dat doen. Precies, het zal je zeker lukken. Ja, ja, het voelt ook heel goed. Ja, ja, dank u wel. En even waar we het net over hadden, van als vraag naar u toe van... wat denkt u... Nou ja, dat klinkt misschien zo zwaar, maar wat er nodig zou zijn binnen de gezondheidszorg, en nu ook even dan ook binnen Nederland, om een stukje verandering hierin ook te mogen maken met elkaar. Dat er meer ruimte voor dit bewustzijn komt. Nou, ik denk dat het belangrijkste is dat de mensen weten dat die ervaringen bestaan. Je hebt ook in Nederland de Kuperos Stichting, die met ook weer heel veel hospicebewegingen. En een heleboel mensen die werken in hospices zijn er wel van op de hoogte, maar ook een heleboel niet. En ik denk dat de voorlichting dus heel belangrijk is. En de opleiding heel belangrijk is. Ja. Dat het wordt genoemd, dat het bestaat, dat het een enorme impact heeft, dat het de angst voor het overlijden weg kan nemen. Dus het is een kwestie van bekendmaken van wat eigenlijk al er lang is. Ja, precies. Wat altijd al geweest is. Ja. En er zijn altijd mensen die het wel hebben gehoord, maar een heleboel niet. Of omdat ze niet weten wat ze moeten herkennen. Of omdat ze doorrennen. Ja. En dat is ook oké dat zo is. Hè? Ja. Maar voor de patiënt die terminaal is, is het prettig dat je iemand hebt die bij je komt zitten en luistert. Ja, zeker. Ja. Dank u wel zover. Ja. En waar ik ook echt wel mijn nieuwsgierigheid naar heb en waar ik vanuit onder andere interviews die ik heb gezien en literatuur die ik heb gelezen, waar ik ook graag met u verder over wil spreken, ook voor het verpleegkundig vak, dat er ook ervaringen van bewustzijn dus buiten de hersenen ervaren kunnen worden, rondom levenseinde ervaringen, maar dat daarin ook ervaringen opgedaan kunnen worden zoals dat genoemd wordt terminale helderheid bijvoorbeeld. Zou u daar wat over willen vertellen? Ja, dat is ook heel boeiend. Terminale helderheid betekent dat met name weten we dat van de eindstadium van dementie, van Alzheimer, patiënten die niemand meer herkennen, de kinderen niet meer herkennen, vaak verlaagd bewustzijn hebben, soms zelfs niet aanspreekbaar zijn tijden, opeens helder worden, rechtop gaan zitten in bed, alle kinderen bij naam noemen, bedanken en sterven. En als je dan weet hoe die hersenen eruit zien van dat soort mensen, dat is nog een beetje prut. Dat is, die hersenen zijn helemaal niet meer functioneel. Nee. Eindstadium. Maar die kunnen dus een helder bewustzijn hebben. Ik ken ook het verhaal, onlangs in een artikel nog gepubliceerd, van een patiënt die onder de metastase zat van een longtumor. De hele hersenen was 1,5 metastase op een scan geweest. En die was ook niet meer aanspreekbaar. Zijn vrouw en zijn kinderen zaten er omheen. En opeens werd hij helder. Sprak liefdevol naar zijn vrouw en zijn twee jonge kinderen nog en stierf. Ja. En dat kan je niet verklaren met de hersenfunctie. Nee. Het is hetzelfde als mensen met enorm waterhoofd. Er zijn verhalen bekend van mensen die nog een cortex hebben van 2-3 millimeter. Er is een patiënt beschreven in de Lancet.
de 80 jaar. De man had een IQ van 126, hij was academicus. Maar die had nauwelijks hersenfunctie. Het was allemaal water. Dus dan kan je niet verklaren dat de hersen een product, de bewustzijn een product is van de hersenen. Dan kan het niet meer. Dus dit soort fenomenen moet je aan het denken zetten. Van hoe kan het, waar zit dat bewustzijn dan? Als het bewustzijn niet een product is van de hersenen, waar zit het dan? En dan is dus mijn inzicht langzamerhand na al die jaren dat de bewustzijn zijn een nuttig instrument. Een interface om een gedeelte van je bewustzijn te ontvangen. Ja. Als vaak bewustzijn. En een gedeelte van je herinnering te ontvangen als herinnering waar je bij kan. Ja. Maar als je hersenfunctie uitvalt, zoals bij de hartstilstand, dan heb je herinneringen tot aan de vroegste jeugd. Mm-hmm. Vanaf de geboorte of zelfs van voor de geboorte. En je hebt toekomstbeelden. Dus je zit in een dimensie buiten tijd en ruimte, terwijl de hersenfunctie het niet doet. Mm-hmm. En dat betekent dat de hersenen zijn een, of ik noem het ook wel filter of interface. Het bewustzijn, het ruime bewustzijn is altijd buiten tijd en ruimte aanwezig. Mm-hmm. En je ontvangt maar een beetje in je hoofd, als zoals we hier zitten. Yeah. En ik vergelijk het graag ook met bijvoorbeeld met een computer. Mm-hmm. Je hebt een iCloud met 1 miljard websites en YouTube filmpjes. Die gaan nu ook door jou en door mij, door alles heen. Dat is allemaal elektromagnetische informatie. Die zijn altijd aanwezig, maar je hebt een instrument nodig dat functioneert om een gedeelte eruit te halen. En je kan ze interactief ook erover ingrijpen. Dus je hebt een instrument nodig om het te ontvangen, een gedeelte van die cloud. Maar die computer produceert het niet. Je hersenen en je lichaam produceren het niet, maar je hebt het nodig. Ja. En als het dus uitvalt, heb je toch de mogelijkheid om helder bewustzijn te ontvangen. En dat is die terminale helderheid. Ja. En als je met terminaal bent in de eindstadium van kanker, is ook vaak de functie van je hele lichaam. En ook voor je hersenen is al minder goed. En dan toch kan je dat ruimere bewustzijn, omdat het bewustzijn in principe los van de hersenen altijd bestaat. Ja. Dus dat is een beetje de verklaring van die terminale helderheid. Ja. En het is gek dat er nu wat artikelen over zijn en een boek ook in Duitsland over is ontstaan, dat steeds meer mensen, mijn grootmoeder. Ja. En dan hebben ze het opeens wel vroeger een keer gehoord. Maar je denkt er niet meer na. Nee. Nee. Dus terminale helderheid is een, ook uit medisch opzicht een uitdaging om te verklaren hoe kan dat. Ja. En er zijn mensen die dus in dat terminale opeens heel helder worden vlak voordat ze sterven. En vaak kan dat niet met de huidige medische inzichten. Nee, dus hoe echt wordt dat dan weer gezien door de materialistische wetenschap, zeg maar, hè? Dat is natuurlijk ook de uitdaging, hè, binnen de postmaterialistische wetenschap, om dat mooie naar voren te gaan laten komen. Precies. Zeker, dank u wel. Dat is de uitbreiding van de wetenschap met subjectieve ervaring. Gevoelservaring. Dat moeten we meenemen in de wetenschap. Ja. Dat zou heel mooi zijn. Ja. En dan is er bijvoorbeeld ook, hè, de gedeelde doodservaring. Ja. Ook, ja, ik vind het allemaal heel erg interessant. Het is heel boeiend, hè? Heel boeiend, ja. Heb je het ooit meegemaakt of niet? Nee, niet dat ik het weet, inderdaad. De gedeelde doodservaring is dat mensen die gezond zijn, mm-hmm, bij het doodsbed, bij het sterven staan van een geliefd persoon, en dan de ervaring van het sterven meemaken. Dus meegenomen worden in de doodservaring van degene die daar dierbaar, die daar ligt. En vaak zie je, wordt de hele kamer licht. En mensen die niet open zijn, zien het licht niet. Maar je ziet het niet met je ogen, je ziet het met een hoger aspect van je bewustzijn, wordt die kamer helemaal licht. Ja. Soms worden ze meegenomen met de doodservaring van degene die sterft, door een tunnel naar het licht. Soms zelfs, ik heb verhalen dat ze zelfs de levensterugblik van de persoon zagen die overleed. Ja. En opeens staan ze weer naast het bed van degene die is overleden. Ja. Dus ze worden meegenomen in de doodservaring. En dat is vaak een uiting van liefde van degene die sterft. Het is een sterke liefdesband tussen die twee, ja, moeder, dochter, maar ook dierbaren. En dan, dus ook het licht worden van de hele kamer, de omgeving, is wat je nog vaker hoort dan dat ze echt worden meegenomen. Maar beide dat herken ik wel, ja. Ja, maar het is beide een ervaring van het stervensmoment. Ja. Wat een lichtervaring is. Ja. Ja. En dat is dus die gedeelde doodservaring. En daar is een boek van Raymond Moody, heeft er onlangs over geschreven weer. Wie zei Raymond Moody. Okay.
Maar is ook William Peters is een man in Engeland ook, in Amerika ook, die net een boek, een heel project heeft gestart, ook met levenseindervaringen, maar ook met gedeelde doodservaringen. En het wordt steeds meer bekend, zeg maar, ook voor opleidingen. Dat doet hij ook in Amerika. William Peters had zelf trouwens 2 bijna doodervaringen gehad. Okay, ja. Het is vaak een aanleiding waarop je ermee bezig gaat. Hè? Ja, dus, omdat je ook dan daardoor die verhoogde gevoeligheid hebt en het ook meer meemaakt bij andere mensen. Mm-hmm. Maar het is dus ook een bijzonderheid dat het, ook als het eenmaal bekend wordt gemaakt, te zeggen, oh, maar dat ken ik ook. Het is vaak de onwetendheid, de onbekendheid, waardoor het, ja, die wordt herkend, zeg maar. Ja. Ja, mooi om die bekendheid eraan te kunnen gaan geven steeds. Dus wat jij nu doet, dan is denk ik belangrijk om bij te dragen dat de mensen weten dat er meer mogelijk is. Mm-hmm. Dat er meer kan gebeuren. Ja, precies. En dat het bij het stervensmoment hoort. Ja, dat het erbij hoort inderdaad. Ja, dat is het. Dat het gewoon een gewaarzijn kan zijn die erbij mag horen. Maar het zijn vaak dus wel ervaringen van een verruimd bewustzijn ook. Hè? Dus je ziet dat licht niet met je ogen. Nee. Dus er kunnen ook mensen, als er 10 mensen zijn, zien 1 of 2 mensen misschien het licht en de anderen zien het niet. Nee. Dat kan dus. Ja, ja, klopt. Ja. Dat herken ik. Ja, ja. Daarnaast kun je ook spreken over perimortale ervaringen. Ja. Hè, dat er dus contact met het bewustzijn is van een geliefd persoon die eigenlijk op dat moment op een andere plek aanwezig is en het overlijden ervaart. Ja, dat is ook heel bekend en dat is vaak gebeurt het tijdens slaap. En dan zeggen ze vaak, ik heb gedroomd van mijn vader, die was heel dringend aanwezig. En het was 4:10 en hij was in elkaar en hij was zo intensief. De volgende werd ik gebeld dat mijn vader om 4:10 is overleden. Maar soms is het ook dat ze zo'n overleden persoon lang konden om goeiedag te zeggen. He, dus echt dat je hem echt ziet of er nog mee kan communiceren. Ik ken het verhaal van een oud oom in Amerika die overleed. En die kwam op dat moment langs hier bij zijn familielid hier in Nederland. Op dat moment van overleden. En dan hoort hij pas 24 uur later dat hij is overleden. He, dus de perimortale ervaring vaak slacht. S'nachts vaak zeggen, ik heb van hem gedroomd. Maar als je slaapt is de drempel ontvangst lager. Dus degene die overlijdt, kan makkelijker tot je doordringen. En als je overdag wakker bent, dan zit er zo'n scherm om je heen en dan kunnen ze veel lastiger bij je komen. Dus het is vaak dat het 's nachts is, maar het is geen droom, want je vergeet het nooit. Het is een bewuste ervaring tijdens slaap. Ja, dat is een mooi verschil wat u noemt. Ja. Het is, een dromen kun je heel snel vergeten en dit is een ervaring die blijft je altijd bij. Ja. Dat deed ik hier in het televisieprogramma. Dat was het boekenprogramma ooit. En de afloop kwam de hele crew naar me af. En bijna degene die me interviewde, hoe heet die man ook? Ik ben zijn naam even kwijt van het boekenprogramma van de VPRO eerst. Die had net een paar weken voor zijn vader overleden. Maar die was 's nachts ook langsgekomen. Het was de hele crew. Iedereen had verhalen over perimortale ervaringen. Als je het erover praat, dan herkennen ze en geven ze de naam. En dan komen ze ook met dat verhaal. Het gebeurt zoveel. Maar je praat er niet over. Of ze zeggen het was een droom en dan is iedereen gewoon, gaat er niet verder op in. Mm-hmm. Maar de vraag is, hoe kan het? Ja. Hoe kan het dat je s'nachts om 4:10 van je vader droomt of hem ziet en dan later blijkt dat het stervensmoment is? Dan is hij dus langsgekomen. Ja. Dat is eigenlijk de consequentie. Dat betekent dat het bewustzijn van het moment van overlijden langskomt om goeiedag te zeggen. Ja. Ja, ons leven is wonderlijk. Ja, dat is eigenlijk de betekenis. Ja, ja. Ja, dank u wel ook voor de uitleg. Daarnaast zijn ook de postmortale ervaringen. Die worden ook wel de after-death communication genoemd. Hè? Dus dat zijn de ervaringen die opgedaan kunnen worden door de nabestaanden, hè, in de eerste uren, dagen of weken en maanden ook nog na het overlijden. Wat zou u daar nog... Ja, ook dat is vaak 's nachts. Okay. Vaak ook weer 's nachts dat contact hebben met het bewustzijn van overleden dierbaren. Vaak is het kan het zien zijn. Vaak zien ze dan een wezen van licht. Want het is zo'n overleden moeder of overleden zus of overleden partner. Die zijn vaak een soort lichtwezen geworden. Dus je kan er doorheen kijken. Maar ze herkennen, ze kunnen ermee communiceren via gedachten, overdracht.
Dus je kan zelfs communicatie ontvangen over dingen die je niet wist. En dat kan je dan nazoeken. Kijk, in het bureau, de derde lade, ligt al papier belangrijk voor mijn overlijden. Dan blijkt het daar te liggen. Het kan ook tactiel zijn, het gevoel, een hand, een schouder. Het kan de geur zijn. Dus allemaal vormen van communicatie. Wat vaak 's nachts gebeurt, maar ook wel overdag kan gebeuren. Het moment van de begrafenis, de afscheidsdienst, gebeurt het soms ook vaak dat opeens die overledene aanwezig wordt gevoeld. Maar ook in de weken of maanden daarna. En het is een ervaring die ook vaak weer niet wordt gedeeld. Omdat het weer een droom was, zeg maar. Hè? Ik heb van ze gedroomd. Dan gaan ze niet verder erop in. Maar ook dat is weer het inzicht dat het bewustzijn blijkbaar nog bestaat. Als je bent overleden, betekent dat de dood niet het einde is van je bewustzijn. Maar vaak wordt het afgedaan, want het is een rouwproces, het is een wensgedachte en het gaat wel weer over. Dus de reactie is vaak weer fout en dan houden ze hun mond. Maar er zijn wel berekeningen gedaan dat over 2 miljoen mensen in Nederland moeten een postmortale ervaring hebben gehad. In Europa is al 125 miljoen mensen in Europa. Dus er komt ontzettend veel voor. Maar het taboe om erover te praten is omdat mensen niet kunnen luisteren. Of dat mensen het zelf niet durven delen omdat ze denken het was maar een droom. Ook dat draagt, als daar meer bekendheid over is, dat betekent dat de consequenties van de ervaring is dat het bewustzijn dus nog steeds daar is. Elders, ergens. Ik ken ook weer die dochtertje van 2 was overleden en dat dochtertje heeft zijn hele leven lang is bij hem gebleven. Als er een probleem was met zijn baan of met zijn werk, dan kon hij met zijn dochtertje overleggen en die gaf adviezen. Ja, dus dat soort dingen hoor je ook. Maar ze zullen het pas vertellen als ze weten dat je het niet gek vindt en dat je ernaar kan luisteren. Ja, ja. Wat mooi, toch? Het is mooie verhalen heb ik. Ja, het is hartstikke mooi. Hartstikke mooi, ja. Ja, en zijn er vanuit u wellicht nog andere punten die u rondom dit onderwerp zou willen inbrengen buiten mijn tot nu toe gestelde vragen? Nou, wat ik denk dat het idee van dat onderzoek naar bijna doodervaringen draagt bij in het inzicht van al dit soort ervaringen. Ja. Omdat al dit soort ervaringen zijn ervaringen met het contact van bewustzijn die buiten tijd en ruimte bestaat. Mm-hmm. En niet door de hersenen of door het lichaam wordt geproduceerd, maar wel wordt ontvangen. Dus je hele inzicht in leven en dood verandert. De mensen denken nog steeds, en het was ook mijn idee toen ik een jonge arts was, dat de dood het einde is van alles. De dood is van je lichaam, de dood is van je bewustzijn, er is niks meer over. Maar door al dit soort ervaringen en het wetenschappelijk onderzoek naar bijna doodervaringen, moeten we opnieuw nadenken van hoe dat zit met leven en dood. En dat de dood slechts het einde is van je lichaam, maar niet het einde is van je bewustzijn. En Plato heeft 2500 jaar geleden al gezegd, het lichaam is de tijdelijke drager van de ziel, die blijft. Prachtig. En in die andere dimensie schrijft Plato, tijd bestaat niet. Nee. Tijd hebben we hier op aarde gecreëerd met elkaar. Dus ook Plato was een ingewijde. Het is dus al lang bekend, ook als je de Upanishad leest, de Veda's van de Hindoes, die zeggen het allemaal ook. Dus het is een soort, en de religieuze ervaringen van in de middeleeuwen, Johannes van het Kruis alle bekenden, die hadden ook bijna doodervaringen, die vaak religieuze ervaringen werden genoemd, maar vaak was het ook bij de verdrinking of hoge koorts of intensief gebeden. Ja. Ja, dus dan kan je er ook uitgaan. Ja. Dus het is helemaal niet nieuw, die ervaring. Maar nu met het moderne onderzoek, dat je weet dat de hersenfuncties zijn uitgevallen en het bewustzijn verruimer is dan ooit, ja, dan moet je wel anders gaan nadenken. En kan je dit soort fenomenen met stervende patiënten beter herkennen? En het ervaring bevestigen bij de mensen die ervaring hebben. En daar gaat het om. Ze zijn niet gek, het is geen hallucinatie. Ze zien als ze een overleden moeder ze komt halen, komt hij het echt halen. En het idee, ook van het gevoel van ik ga op reis, hè, mijn koffer staat er klaar. Dat is een gedachtegang van ze weten dat er een overgang is, ze weten dat ze doorgaan. Ja, ja. Ook wel dat er gevraagd wordt van goh, wil je mijn tas gaan pakken, want ik ga. Dat is ook heel wonderlijk. Dat bedoel ik dus. Hè. En dat is dus, het heet de premonition, dat voorgevoel dat je weet dat er een reis komt, dat er een overgang is. En dat uit zich dan in dit soort praktische dingen. Maar
de achtergrond daarvan is, ik ga weg. Mm-hmm. Ja, weg van het aardse in ieder geval. Ja, ja, oké. Okay. Ja, ik wil je eigenlijk vooral heel erg bedanken voor het delen van de kennis, voor wie u bent en wat u hierin bijdraagt. Ik vind het leuk om met je te praten. Ja. En ik ben blij dat mensen zoals jij er toch weer verder mee aan de gang gaan. Ja. Ik zeg dat de jongere generatie moet het doen. Ja. Ja, nee, ik heb er wat boeken en wat YouTube-filmpjes, maar uiteindelijk moet de jongere generatie het doen. Ja. En, dat is zo belangrijk. Ja. Maar de zaadjes zijn dan weer verder geplant en die gaan we verder water en licht geven. Ja, dank u wel Pim voor dit gesprek. Succes verder, Manon. Dank je wel. Ja.